Weet je waar de minuten was van die kans? Maar goed, kort erbij. Ja, we zijn hier bij Football Factory en we staan hier bij de gebroeders Paulina. Ze hebben er nog een stuk of 6-7 geloof ik, maar in ieder geval twee belangrijke pionnen op het veld. Ik kwam het laatste kwartiertje even kijken bij jullie. Ik heb zelden zo'n boeiende pot gezien, maar dat terzijde. Maar een bijzondere avond om te beginnen bij jou, Rocky, jouw afscheid hier bij Football Factory. Ja, nee, zeker een bijzondere avond. Het is leuk dat, dat er zoveel mensen zijn gekomen. En ja, leuke pot gewoon. En ja, een mooie afsluiting van... Lange voetbalcarrière, althans lang. Dus ja. Viel me wel op. Ik heb schone jonge dames gezien die aan het voetballen waren. Ik heb stokoude lelijke kerels gezien. Ik heb familieleden gezien. Hoe kom je aan dit geregelde zootje, om het zo maar te zeggen? Ja, ik weet het ook niet. Ik wil er eigenlijk liever vanaf, vandaar dat ik stop. Nee, ja. Bij de club leer je gewoon zoveel jongens kennen en meiden ook. Leuk meidenteam hebben we. Nou, de oude jongens, Kees van Tongeren, Ton de Rooij. Ja, Pieter Verschie, Ninootje. Andreetje Botermans. Ja, weet je, ga zo maar door, al die jongens waar je mee gevoetbald hebt. Virgil, Leijwakker best die nog niet te vergeten. Ja, het is gewoon fantastisch om zo even af te sluiten. Ja, zoals een afscheid bedoeld is, denk ik. Ja, zeker. Misschien doen we dat nog een keertje, zo leuk is het. Ja, het is hier wel zo. Pieter van Schien nam hier ook nog niet zo lang geleden afscheid. En laatst zag ik hem gewoon weer in de opstelling. Dus dat is voor jou volgend jaar ook weer het geval? Of? Nou, het is niet de bedoeling. Maar ja, ik zeg geen nee, want anders moet ik daar weer op terugkomen. Maar op zich ben ik nu klaar, zeg maar. In ieder geval voor het eerste. Ja, wij kunnen ook niet blijven terugkomen. Hoe was het voor jou, Nino, om deze avond nog te beleven? Ja, voor mij was het... hoe moet ik het zeggen? Ik stop natuurlijk ook met voetbal. En ik ben met Rock, we hebben zoveel sporten hebben samen gedaan. Uiteindelijk was ik 15, hij was 18, begonnen we met voetballen. Ja. En we zijn nooit meer gestopt eigenlijk. We hebben altijd met z'n tweeën gevoetbald. En ik ben heel eventjes weg geweest bij Lugdunum. Nu ben ik weer bij teruggekomen en dan vind ik het hartstikke mooi dat we zo ook kunnen afsluiten. Ja. Hartstikke mooi. Ik heb zat wedstrijden van jullie allebei gezien. Ik moet zeggen, ik weet wie er beter is, maar nou wil ik het dus even uit jullie mond horen. Rock mag het zeggen. Het is zijn dag, dus hij mag het zeggen. Hij mag het zeggen. Dat ben ik. Zei hij vol overtuiging. Maar ben je het er mee eens? De meningen zijn daarover verdeeld. Laat ik het zo zeggen. Een diplomatiek antwoord, zoals dat ook hoort natuurlijk. Maar jullie zijn natuurlijk niet alleen jongens die met elkaar gevoetbald hebben, een leven lang, zullen we zeggen. Maar ook door dik en dun broeders. En volgens mij ook broeders die op elkaar kunnen bouwen. Ja, absoluut. Sinds dat ik kon lopen, waren we altijd samen. Vanaf klein zijn we zijn samen echt opgegroeid. Kijk, die andere, mijn zussen en mijn broers, die waren wat groter. Ja, wij waren allebei de jongste, dus ja, ik ben altijd heel mijn leven met hem geweest. Dus ja. Daarom vind ik het ook heel mooi dat we het zo af kunnen sluiten samen. Ik heb nogmaals een kwartiertje staan kijken, dan krijg je alle ruimte. Maar ik heb het idee dat jullie allebei ook nog wel jaren mee zouden kunnen eigenlijk. Vanwege jullie voetbalintellect, zullen we zeggen. Nou, misschien wel. Maar ja, weet je, het herstel duurt allemaal zo lang. Weet je. Soms is het er niet waard om een hele wedstrijd te voetballen. En ja, dan ja, ben je er dan gewoon klaar mee. En nu is het even tijd om te stoppen echt. We gaan even graven in de geschiedenis. Wat was nou de mooiste pot die jij met je broer samen gespeeld hebt? En waar was dat? Kan je dat nog ongeveer repliceren? Ja, ik denk dat het bij Blauw-Zwart was. We speelden een uitwedstrijd. Ik weet niet meer tegen wie. Weet jij dat nog? Ja, we hadden een uitwedstrijd en wij waren wat te laat vertrokken met z'n tweeën, dus we kwamen wat later aan daar. Dus die jongens waren al begonnen. En ze hadden het moeilijk en toen kwamen wij met z'n tweeën erin. Hij stond rechtsback en ik rechtshalf. Nou, toen hebben we een partij huis gehouden langs die kant, jongen. Toen de tegenstander die ging speelde alles op een gegeven moment langs aan de andere kant. Ja, dat was gewoon hartstikke mooi was dat. Het was echt schitterend was dat. Maar jullie kwamen wel te laat, hoe moet ik dat zien? Ja, het was waarschijnlijk zijn schuld. Nee. Ik weet het wel. Het was een avondwedstrijd en we kwamen uit werk. En ja, gewoon te laat. Maar goed, jullie hebben die avond goed rechtgetrokken, dat is duidelijk. Ja, het was een mooie wedstrijd. Ja, zeker weten. Ja. Even naar jou, Nino. Volgend jaar ben jij ook hier niet meer... jij bent nog wel Rocky, maar Nino niet meer hier bij Football Factory. Je gaat naar Rodenburg. Ja. Ja, en dan vanmiddag Rodenburg, Loosduinen 0-2. Dat is wat minder, denk ik. Ja, ik ben de tweede helft even bezig kijken. Dat... Ja, ik moet zeggen dat het redelijk gelijk opgaand was, maar ik denk dat de tegenpartij Loosduinen was wel iets sterker. Ja, jammer.
Ik denk dat het lastig wordt nog daar in Den Haag. Daar ben je bij, neem ik aan? Ja, ik ga zeker even kijken. Ja. Ja, derde of vierde klas. Dus ja, het is heel simpel. Naar de derde klas, dan wordt het waarschijnlijk Kleisbehoud of misschien wel iets meer. Of anders volgend jaar als een Jekko de vierde klas uit. Nou, als we vierde klasse blijven, dan verwacht ik wel dat we met de selectie die we volgend jaar krijgen, dat we als een Jekko de vierde klasse uitgaan. Nou, daarover later meer over die selectie, want ik begreep dat Rodenburg grote plannen heeft. Wat ga jij eigenlijk doen, Rocky? Ik ga eerst lekker op vakantie. En, alweer? Alweer, ja. En ik weet het nog niet. Het is de bedoeling dat ik hier een beetje de nieuwe trainer ga ondersteunen. Daar zal ik dan mijn eigen invulling aan geven. Want nu ik wat tijd heb, wil ik dat ook zelf in gaan vullen. En ik ben nog vaak genoeg op de club te vinden. Dus dat komt helemaal goed. En je gaat ook wat doen bij de jeugd van RCO, begrijp ik? Ja, ik ga met onze zoons ga ik trainen. Ik was er al bang voor. Nou, ik train op maandag en vrijdag de RCL C1, C2 selectie ga ik trainen. Heb ik hartstikke leuk. Ik heb al een aantal jaren eerder de jeugd getraind bij RCL. En ga ik weer doen. Ga het weer lekker oppakken. Is hartstikke leuk. Lijkt me een goede zaak voor RCL. Mannen, we gaan het afronden, want jullie worden binnenverwacht met een biertje. Ik wil nog wel één ding zeggen. Ik heb van jullie genoten, de wedstrijden dat ik jullie hebben mogen zien spelen. Niet alleen op het veld, maar zeker als mens. Ook niet onbelangrijk, lijkt mij. Ik kan me ook nog een wedstrijd herinneren op 3 oktober. Dat jij mijn verslag een keer gered hebt. Toen keek ik naar een ongelofelijke zaadwedstrijd. Er gebeurde eigenlijk niks. Ja, totdat jij 10 minuten voor tijd een bal vanaf 40 meter inschoot. Of je probeerde hem uit te verdedigen, dat weet ik nog steeds niet. Maar het was prettig. Uitverdedigen. Maar het kwam heel mooi over. Kan je het nog herinneren? Ja, het was tegen UVS op het kunstgrasveld. Het was inderdaad een hele slechte wedstrijd. En ik kwam vanuit de Achterhoede opstromen. En ik dacht van, laat ik hem maar eens een keer loslaten. En Van Rempel ging in de bovenhoek in. Dus ik kan het me nog goed herinneren. Ja, dat was een mooie wedstrijd. Ik was er heel blij mee in ieder geval. Mannen, bedankt voor jullie tijd. En het gaat jullie allebei goed in de toekomst. Dankjewel. Henny, bedankt. Bedankt. Laat me zitten. Zat hier! Laat me zitten! Die zat er met z'n vinger op kop. Nou, dan blijf je recht op. Maar jij roept niet op je.